Dit is de Haagse ballonnenboer en Stekeltje. Hey, hallo allemaal. Welkom weer bij de Haagse ballonnenboer. We zitten weer op de camping en het is hartstikke mooi weer. Dus wat dacht ik? Ja, ik ga even afkoelen. En ik heb natuurlijk beloofd dat ik natuurlijk de pinstwistjes zou maken. Want iedere keer zeg ik wel van ja jongens, kijk even terug op mijn pinstwist video uitleg. Maar ja, die heb ik dus niet. Dus ik dacht, nou, dan gaan we die het eerst maken. En in zo'n omgeving, ja, dat inspireert natuurlijk altijd. Hè? Nou, wat heb je nodig? Een pomp en een ballon. Nou, die ballon moet je niet te ver opblazen. Want dat is wel heel belangrijk. Want die ballon heb je namelijk voor die pinstwistjes om te oefenen, heb je heel veel lucht nodig. Nou, we zetten even deze terug. Nou, afknopen kennen jullie allemaal wel, hè. Twee vingers en eromheen. Ik kom een klein beetje dichterbij. Waarom? Omdat je het beter kan zien. Je hebt de ballon. Je maakt hier eventjes dit worstje. Heel simpel. Een klein bolletje erachteraan. Maak hem niet te groot, want dat is belangrijk. En doe hem samen. Dus je hebt dit en je doet hem samen. Nou komt het voor die pinstwist om het makkelijk te maken. Je hebt twee vingers en je duim. Twee vingers hier, je duim erachter. Dus dit. Dus twee vingers en je duim. Dan trek je dit iets naar achteren. Ja? Dus je trekt het iets los. Terwijl je dat doet, draai je met de klok mee. Dus je doet dit en draai. Ja? Kijk. En dan heb je eigenlijk een pinstwist, oftewel een oordraai. Want het is eigenlijk vanaf twee kanten. Om nou te oefenen, maak je gewoon weer een nieuwe. Knijpen. Draaien. Je maakt hier een bolletje. Je doet hem samen. Je pakt hem zo beet. Dus met deze hand. Twee vingers en je duim. Die erachter. Die ervoor. Dus je kijkt dit. Je trekt hem iets omhoog. En je draait. Ja? En je hebt je pinstwist. En zo ga je eigenlijk continu oefenen. Maak ze ook wat kleiner. Dus hele kleine pinstwistjes. Want dat moet je ook eigenlijk leren om te maken. Dus doe je precies hetzelfde omhoog. En nou komt het, want wil je de dubbele maken, dan heb je dus 1, 2, 2 worstjes nodig. Doe je bij elkaar. Het lijkt een beetje op die vogeltjes die wij met één ballonsfiguren maken. Je draait deze samen. Dan heb je dus dit. Wat ik dan doe is dit. Je duimen leg je zo. En je draait hem als het ware draai naar voren. Dus je doet dit. Zo draai je ze naar voren. En dan heb je namelijk de snuit van de vis. Heb ik er nog één? Ik leg deze even weg. Ik pak even een andere kleur erbij. Want als je een pinstwist wil maken gelijk in het begin, zoals voor het paard, dan is het eigenlijk een kwestie van opblazen. Je knoopt hem af. Hier maak je een klein bolletje. Dus alleen maar dit. En om te zorgen dat hier een pinstwist van gemaakt wordt, leg ik hem zo. Dit is je tuut. Leg ik hier omheen. Die pak ik met mijn vinger beet. Die trek ik tussen mijn vingers door. Dus je ziet zo en zo. Ik trek hem ertussen door. Dus hij trekt hem aan. Deze doe je eromheen. En je hebt ook een pinstwist. En dan kan je een tweede pinstwist, zoals je geleerd hebt, naar achteraan komen. Twee stuks. Ik hoop dat het jullie lukt. Ik wens jullie een hele fijne vakantie nog, voor degenen die nog op vakantie zijn. En voor nu, een fijne dag, blijf gezond en geniet van het mooie weer. Tot de volgende workshop. En oh ja, vergeet je niet te abonneren, hè? Want dat is wel makkelijk. Dan krijg je elke keer de nieuwe video's van mij. En mocht je ballonnen nodig hebben, bij de webshop van Ballonnenhoortje. Hey, doei hè! Ik ga weer genieten van het lekkere water. Doei! De Haagse ballonnenboer en Stekeltje. De Haagse ballonnenboer en Stekeltje. Een konijntje of een olifant, een paardje of een stier. Ja.